Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst werden de Almeloze slachtoffers van de Holocaust herdacht. Dat gebeurde in de raadzaal van het stadhuis. Aansluitend werden er 18 nieuwe stolpersteinen gelegd. In totaal liggen er nu 89 van deze gedenkstenen in Almelo. Kort iets over de stolpersteinen. Stolpersteinen worden neergelegd op het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi's zijn verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven. Deze stolpersteinen herinneren aan Joden, Sinti, Roma, politiek gevangenen, dienstweigeraars, homoseksuelen, Jehovah getuigen en gehandicapten. Het is dus een feit dat de meeste stenen worden gelegd voor Joodse slachtoffers, maar het wil niet zeggen dat het uitsluitend voor Joodse mensen bedoeld is. Overheidsbestuurders en ambtenaren hadden een ijzersterk geloof in het eigen kunnen van de overheid als hoeder van het algemeen belang. Dat volgt ook wel een beetje uit de bevoogdende, de paternalistische bestuurscultuur van die tijd. Bestuurders meenden dat zij degene waren die de situatie het beste konden overzien en dat burgers in hun eigen belang moesten gehoorzamen. 22 jaar. Alex ten Brink. Geboren in 1938, omgekomen op 22 oktober 1942 in Auschwitz. 4 jaar. Judith ten Brink. Dit jaar zijn we gestart in Almelo als eerste gemeente in Twente met een soort kettingbriefactie. Dat betekent wij verkopen een steen, niet echt verkopen natuurlijk, maar wij verkopen een steen aan iemand die daar belangstelling voor heeft. En die verplicht zich gelijktijdig om ook weer twee stenen te gaan verkopen aan een ander. Dus een soort kettingbrief voor stenen. Ik zag dat de eerste verkocht werd aan de burgemeester. Dus die moet maar zien dat hij weer twee mensen vindt die er ook eentje komen. Nou, hij heeft al gezegd, hij kent al iemand. En hij zou inderdaad er twee gaan verkopen. En ik weet heel zeker dat deze actie geld zal opleveren voor de komende jaren.